En zo terug. Nou, waarschijnlijk zit je moeder hier achter. Nou, waarschijnlijk. Maar hij belt. En nu is alles oké? Eerst zeg je dat hij niks doet. En nu doet hij eindelijk wat en is het weer niet goed. Laat maar. Weet je, jij zit net zo vast over je idee over hem als hij over jou. En je zegt wel dat je daar geen ruzie over wil, maar... Ik zeg gewoon dat je van me af wilt, omdat het ingewikkeld wordt. Dan zijn we klaar. Wat is dit voor onzin? Oké. Misschien probeert hij echt zijn best te doen. En dat vind ik fijn. Ook voor ons. Dus ik ga mee. Maar als ik het gevoel krijg dat hij er helemaal niks van meent, dan ben ik weg, oké? Oké. Hey. En hij ging me door. Nou ja, toen heb ik hem eruit gezet. Wat, jij? Ja. Nou ja, niet letterlijk. Dat was niet nodig. Ik heb een hele dwingende blik. Ik denk dat ik maar eens met die jongen ga praten. Oh, nou, ik denk niet dat George daar nou blij van wordt. Ja. Wat kan ik voor jullie doen? Ping, is hij thuis? Flauw idee. Hoezo? Nou, dat is niet belangrijk. Koffie en een theetje, toch? Ja. Koffie en een thee. En appeltaart.